Deelnemers, start vrij. NAC en VVA-prijs. We danken de naamgevers voor sponsoring. En de paarden gaan zich opstellen voor de start. Amateurrijders en amateurrijdsters. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de vierde koers NAC en VVA-prijs. En het is na de start een galoppade voor Lovely Lane. Als de paarden voor de eerste maal langs de finish gaan, is de leiding voor Crème de la Crème. Crème de la Crème heeft het commando 2 lengte voorsprong genomen. Een galoppade voor Calva Dosimia op de derde plaats. In tweede stelling zien we Skita GS, nu derde. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Salvador Spendik, terwijl Calvados Himia wordt uitgeschakeld. En Zoe Srand komt in vliegende vaart naar voren. En wordt door Murielle Zwaap nu naar de kopgroep gebracht en gaat op jacht naar de leider. Zoe Srand die gaat de leidende Crème de la Crème onder druk zetten. Maar strijkt neer daar toch in het tweede spoor, blijft hij een beetje hangen. Chiquita GS op de derde plaats. En zo gaan de paarden nu dan weer in de ganzenpas. Einde overzijde, de volgende bocht in de manegebocht. Op de vierde plaats daarachter volgt dan Salvador Spendik. En de deelnemers gaan de bocht nu ook effectief in. Joegebeep volgt als vijfde. De zesde plaats voor Cocktail Holderson. Benjamin Mirage volgt daarachter. En zo zijn de deelnemers dan gevorderd tot het indraaien van de manegebocht. Met nog altijd Crème de la Crème aan de kop. Crème de la Crème heeft 1,25 lengte voorsprong op Zoe Srand. Chiquita GS ligt op de derde plaats. En in vierde stelling volgt dan Salvador Spendik. Vijfde nog altijd Joegebeep. Zesde Cocktail Holderson. En zevende Benjamin Mirage. En dat is de volgorde bij het indraaien van de rechte lijn voor de tribune. Weinig verandering in de volgorde. In een zeer rustig boemeltempeltje gaan de paarden dan af op het punt halverwege de rechte lijn voor de tribune. Ze passeren daar de manege en het is nog altijd aan de kop Crème de la Crème. Mart Blankendaal achterover op de kar heeft een lengtevoorsprong met op de tweede plaats Zoe Srand. En daarachter gaat als derde de laatste ronde in Chiquita GS. De vierde plaats is op dit ogenblik nog altijd voor Salvador Spendik. In het tweede spoor komt Jaap ter Stal nu met Benjamin Mirage. Aan de binnenzijde ligt dan Sugar Babe. Daarachter Cocktail Holderson en aangesloten is dan Lovely Lane. En de paarden zijn op weg naar de overkant van de baan voor de laatste maal. En Crème de la Crème van kop af heeft 2 lengte voorsprong nu. Naar de tweede plaats gaat daar achter dan Chiquita GS. Derde aan de binnenkant Zoe Srand. En die wil die tweede plaats eigenlijk niet prijsgeven. Daarachter volgt op de vierde plaats aan de binnenzijde Else Pierrot met Sugar Babe. En die wordt geflankeerd door Salvador Spendik. En daarachter Benjamin Mirage. En zo gaan de deelnemers dan de laatste bocht in. Met nog altijd diezelfde leider. Mart Blankendaal met Crème de la Crème. Crème de la Crème al eerder succesvol. En die gaat proberen daar eigenlijk een dubbelslag van te maken. Daartoe neemt hij nu 3 lengte voorsprong bij het ronden van de laatste bocht. En daar komt aan de buitenzijde nu ook Salvador Spendik naar voren. Die gaat proberen om die positie van de leider af te halen. Maar daar komt dan nog wat meer. Aan de buitenzijde Benjamin Mirage. Uitgeschakeld nummer 9. Galop nummer 9. Spreken. De paarden gaan de laatste meters in. Daar een galoppade dan voor de nummer 6. En de deelnemers in de laatste meters. Crème de la Crème boekt in de laatste double. Crème de la Crème op de tweede plaats. Is het dan Benjamin Mirage. Daarachter Salvador Spendik met Chiquita GS.